Leerlingen van het Van Maarland Lyceum stonden vanmiddag stil bij het lot van de broertjes Edo en Lex Horneman uit Eindhoven. De broers waren rond de 12 jaar oud toen ze in de Tweede Wereldoorlog in handen vielen van de Duitsers. Ze werden meegenomen naar Duitsland voor medische experimenten. Op 20 april 1945, toen de geallieerden dichterbij kwamen en het einde van de oorlog in zicht was, zijn de broers vermoord om sporen uit te wissen. De herdenking vond plaats bij het monument van de broers in het Hornemanplantsoen.